echte Gelderse derby staat op het programma. Voelt dat voor jullie ook zo als spelers? Ja, natuurlijk. Het is altijd speciaal in de buurt. Je bereidt je voor, je bent met 3/4 uurtje daar. Dus dat is altijd toch iets speciaals, denk ik. Het is wel een derby. Ja. Wat verwacht je van wedstrijd? Ik verwacht dat ze hebben volgens mij ook al een paar blessures. Ik denk dat, dat zij het compact gaan houden, denk ik. Wel misschien wel de intentie om, het in de diepte te zoeken. Maar nog wel een snelle Frank, Biaffe. Dat kan nog wel gevaarlijk voor hun zijn om in de counter daar wat te doen. Maar ik denk dat, dat wij daar gewoon moeten gaan domineren en proberen zo snel mogelijk de goal te maken. Gezien de andere wedstrijden die op het programma staan, kunnen jullie een mooie slag slaan? Ja, zeker. Ja, Sparta VVV natuurlijk. Dat zou mooi zijn als we nu, wat ik al zei, die 3 punten, daar gaat het niet om. En, dan kijken we wel wat het daarna Sparta VVV is geworden. Maar we moeten zorgen dat we inderdaad naar die 6e of 5e plek toe gaan. Dat is natuurlijk altijd beter dan afhankelijk zijn van MVV of Eindhoven. Nou.